Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door iamweather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag. Ja, we gaan het weekend in met wat wisselvalligheid. En ik heb ook gelijk even de neerslagsom erbij gepakt voor deze juni maand. Tot nu toe, tot en met 20 juni, is in delen van het land echt al wel nat. 90 tot 120 mm in het noorden, maar lokaal zelfs al meer dan 150 mm. Andere delen zijn toch wel ietsje droger, met zo'n 30 tot 60 mm. Maar in totaal verwacht ik toch wel dat we over die gemiddelde neerslagsom van juni heen gaan. Dat is zo'n 60 tot 90 mm, zoals je hier ook goed kunt zien. De buien die gaan in de loop van komende week wel verdwijnen, maar vanaf woensdag, donderdag neemt alweer de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Dus mogelijk dat we nog wel aardig wat neerslag erbij gaan krijgen. Maar goed, eerst is wel een zomerse episode op komst. Gaan we in deze 30 dagen even kijken hoe lang dat dan gaat aanhouden. Eerst even het Amerikaanse weermodel, het GFS-weermodel. Daarin zien we goed nog die buien terug van de vrijdag. Maar uiteindelijk gaat er toch wel een weersverandering optreden. Hoge druk gaat zich proberen uit te spreiden. Net ten noorden van ons, een gordel van hoge druk bouwt zich daarop. Met veel stabiele weer, hogere temperaturen. Want de wind gaat vanuit het oosten waaien, met daarbij dus die droge lucht. En in dit jaargetijde levert dat dan toch al gauw die zomerse temperaturen op. Maar goed, we zien toch ook al lage drukgebieden snel weer naderen. Vanaf woensdag en zeker donderdag komen die lage drukgebieden zo dichtbij dat er wel weer wat regen- en onweersbuien mogelijk zijn. En we zien het hier ook goed. Die kunnen dan ook echt wel fel gaan uitpakken als dat precies op die scheidingslijn gaat plaatsvinden. Waar dat gaat gebeuren is nu nog wat onzeker. Het zou ook een stuk verder westelijk kunnen gaan plaatsvinden, dat wij er net buiten vallen. Of juist oostelijker, dat we wat meer weer in die koele lucht zitten. Maar het lijkt in ieder geval wel zeker dat dat zomersweer niet heel lang gaat aanhouden. Dat zien we ook goed terug op deze luchtdrukafwijking. Eerst nog wel dat zomerse weer met hoge druk ten noorden van ons, lage druk juist ten zuiden en daartussenin. Dus die oostelijke stroming met die zomerse warmte. In ieder geval begin volgende week, maandag, dinsdag en woensdag is dat het geval. En dat levert dus ook die hoge temperaturen op. Zomerse temperaturen zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. Maar zoals ik net al zei, maandag, dinsdag, woensdag lijken we dat wat te gaan halen. Vanaf donderdag weer iets minder warm. Dus ik verwacht dat die afwijking in het begin van de week nog wat hoger is dan deze 1 tot 3 graden. En later in de week weer meer richting normaal. Qua neerslag verwacht ik dus de eerste paar dagen van de week ook helemaal geen neerslag. De lucht zal eigenlijk wolkenloos zijn. Dat zien we hier ook wel goed terug. Die witte kleuren, nauwelijks natter dan normaal. En dat is natuurlijk de afgelopen weken en maanden wel eens anders geweest. Later in de week dus wel weer die toenemende kans op een regen- en onweersbui. Dan gaan we naar de week daarna. Dan zien we toch dat hoge druksignaal echt wel verdwijnen. En lage druk lijkt toch weer wat dominanter te gaan worden in de eerste week van juli. Dan gaan natuurlijk verschillende scholen ook al beginnen met de schoolvakanties. En dan ziet het er toch wat minder positief uit voor dat aanhoudende zomerse weer. Door die lage druk verwacht ik ook dat de neerslag opnieuw weer zal gaan opleven. Dat zien we hier ook goed terug in de neerslagafwijking. 10 tot 30 mm boven normaal in het Alpengebied, maar ook in delen van Italië. En in Duitsland is het echt wel natter dan normaal. Bij ons hebben we niet echt een duidelijk signaal, maar ik verwacht toch wel met deze luchtdrukafwijking dat we wat meer buien kunnen gaan verwachten. En qua temperatuur raken we die bovennormale temperaturen ook kwijt hoor. Zo'n 1 tot 3 graden onder normaal, ook in grote delen van Frankrijk. Maar ook in ons land verwacht ik toch niet dat we die zomerse warmte dan gaan halen. Er zou af en toe nog wel een dag tussen kunnen zitten dat we daar even heen gaan. Maar op heel veel dagen ben ik bang dat we dat toch niet gaan halen. Met die luchtdrukpatronen die we dan gaan hebben, is dat geen mogelijkheid. Pak ik even de pluim erbij om dat ook goed te illustreren, die verandering tussen die weken. Eerst is die stijgende lijn heel duidelijk te zien, ook met een grote zaagtand. Wat betekent dat we met een open weertype te maken hebben, veel opklaringen en dus ook veel ruimte voor de zon. Die piek ligt dus waarschijnlijk op de woensdag of donderdag, maar daarna echt wel die daling die we ook zien in de pluim richting weer een graad of 20. Ik denk dat we vaak wel daar net ietsje boven blijven en dat echt koele weer, dat raken we wel kwijt. Maar we zien ook gelijk weer dat die zaagtand, dat we die ook weer kwijtraken. En dat betekent dat we vaker te maken hebben met bewolking en ook weer vaker te maken krijgen met buien. Dan kijken we nog een beetje verder naar 8 juli tot en met 15 juli. En ook dan zijn hoge druksignalen eigenlijk nergens te vinden. Daar moeten we roze kleuren voor zoeken, maar die zien we ook op deze kaart niet terug. Met name die blauwe kleuren die domineren. En ook de week daarna ziet dat er eigenlijk niet uit dat die hoge druksignalen in de weerkaart te komen.
Voorlopig zal het dan dus ook niet warmer zijn dan gemiddeld. En dat zien we ook goed terug op deze afwijking van de temperatuur. Van 15 juli tot en met 22 juli. Geen duidelijk signaal voor te warm weer. Wel in het zuiden van Europa. In Spanje, daar lijkt het iets warmer te worden. Maar in onze omgeving, in het centrale deel van Europa, verwacht ik toch geen zomerse toestanden. Samengevat is het in ieder geval wel duidelijk dat het de komende dagen duidelijk wat warmer gaat worden. Zeker maandag, dinsdag en woensdag die schieten daarboven uit met zomerse warmte in grote delen van het land. Daarna wordt het wel weer onstabiel en ook weer wat koeler. Met wat minder vaak die kans op 25 graden. Ik denk wel dat we vaak nog boven die 20 graden uitkomen. En dat komt allemaal doordat die hoge druk achterwege blijft. Die kan zijn vleugels niet opwerpen over onze omgeving. En daarmee is die zomerse periode die we nu aanstaande hebben toch maar tijdelijk van aard en moeten we daarna weer rekening houden met wisselvalliger weer. Tot de volgende keer.